Maar gelukkig zijn er ook nog wel een heleboel mensen die wel hun liefde willen tonen. Good morning guys! Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is zaterdag. Mijn ouders komen vandaag naar Amsterdam. Om nog eventjes een beetje Mer's verjaardag te vieren, omdat we natuurlijk met zijn verjaardag in Limburg waren. Dus we gaan lekker lunchen, we gaan lekker door Amsterdam lopen. Het regent gelukkig niet, want dat zou ik misschien gaan doen. Volgens mij komt het allemaal goed. En ze zijn er straks. Kijk, ik heb bloemen gekregen van mijn ouders. Zo mooi. Heel mooi boeket. Allemaal plantjes. Superleuk. We hebben net hier gegeten, Sugarless. Echt heel lekker. Ik kende dit al, maar ik was er nog nooit naartoe geweest. Goeie tip. We zijn in een super mooie antiekwinkel. Bij de 9 straatjes in de buurt is dit. Echt gewoon je droom als je dit soort meubels tof vindt. Je hebt ook heel veel. Zo'n grote vleugel. Dit is een instituut voor oorlogsstudies. Zo'n mooi gebouw. Echt. Prachtig, zoveel details en dingetjes. Zo, we zijn weer thuis. Echt een super gezellige dag gehad met mijn ouders en met Mert. En we hebben net boodschappen gedaan en nu ga ik lekker koken. Ik had laatst dat heel vaak dat ik iets zeg omdat ik dan zo eten, koken. Beetje stom. Het is echt de ultieme luie zondag. Ik heb net een haarmaskertje ingehad en weer uitgewassen. Ik ben hier achter me echt een heel lekker uitgebreid ontbijt voor mezelf aan het maken. Ik ga lekker proberen te schrijven voor mijn blog vandaag. Het is echt een hele chille dag. Yum, 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 yum. Hey, het is maandag. Ik wou dat ik jullie kon vertellen dat ik heel veel zin had om te sporten, maar ik beetje een rondochtend. Zo, ik voelde me echt diep ongelukkig toen ik hier naartoe kwam. Ik heb nog niet teruggekeken hoe ik klonk toen ik net in de lift stond, maar het was volgens mij erg triest. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik ben gegaan, want ik ben nu klaar met een uur trainen en ik voel me toch wel weer beter. Ik ben een beetje over die dip heen die ik had. Ik weet niet wat het was, ik heb heel onrustig geslapen en ik zat echt op mijn bed vanmorgen en dacht ik ga gewoon weer slapen. Ik was echt zo op zo'n punt dat je wil janken, weet je wel. Maar ik dacht ja, Joost zit gewoon op het wachten in de sportschool, ik ga gewoon. Ik ben wel heel blij dat ik heb gezegd tegen mezelf, je moet gaan. Want ik voel me echt stukken beter. En anders was ik terug in bed ingegaan, was ik alsnog lamlendig geweest. En nu ben ik gewoon weer fit. Wel ook nog steeds moe, maar wel fit. Vanavond gaan we naar de Edison Pop uitreiking. Ja, ga je me nadoen? Ik durf niet in de vlucht. We gaan samen naar de Edison Pop uitreiking. En Omer en Viola en nog en Leon en nog een paar mensen die zijn er ook allemaal. Ga je slapen. Auw. Wat doe je? Ik ga er naar de Edison Pop uitreiking! We gaan er naartoe en dat is dus een hele grote uitreiking voor popprijzen binnen Nederland. Allemaal muziekprijzen. Het is niet iets waar publiek bij is of tv of zo. Het is echt puur voor mensen uit de muziekindustrie. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik weer ben uitgenodigd, net zoals vorig jaar. Dus daar gaan we vanavond naartoe. Hartstikke leuk. Ik ga nog dit een beetje omtoveren tot iets meer glamorous. Want het is wel high heels en black tie vanavond. Niet dat ik op hoge hakken ga. Toch. Het kan iets fancier dan dit. Dit is het jurkje wat ik aandoe. Die heb ik al vaker aangehad. Ook naar televisier. Maar het is echt een van mijn favoriete jurkjes geworden. Hij is van... Waar is die eigenlijk van? Oh, gewoon van ASOS eigen merk is die. Missy, classy. Best goed gelukt, toch? Best goed gelukt. Dit is de uiteindelijke look van mij, Mert. Dat is een Marvin. Ik zit net te poseren. Rot, jong. De categorie gaat naar Yellow Claw, Blood for Mercy. De Edison gaat naar Lil Kleine, zegt dat niet meer. En we zijn weer thuis van, ik wilde bijna de Oscars zeggen, de Edison. Was gezellig, was leuk, bijna iedereen waarvan ik wilde winnen heeft gewonnen. New Wave, Lil Kleine, Del Bob, de staat, alleen zij heeft niet gewonnen, dat is wel jammer. En like it, goeie avond, veel mensen gesproken. Veel mensen gezien. Ik blijf het een beetje bizar vinden dat ik naar dit soort feestjes uit de muziekindustrie mag. Ja, best wel lijp. Oké, we gaan slapen. Het is al laat. Doei. Hey guys! Het is... wat voor dag is het vandaag? Dinsdag. Ik wil even een woordje doen over Brussel. Ik wil even een heleboel hartjes vanaf mijn kant voor iedereen in Brussel. Die door de aanslagen is geraakt of geschrokken of
hoe dan ook erdoor mee zit. Ik heb dit al eerder gezegd, maar probeer alsjeblieft niet in angst te leven of keuzes te maken door angst. Of te stemmen door angst. En ook nog een beetje te luisteren naar je gevoel wat je had voordat al deze aanslagen gebeurden. En vooral weer vooral te reageren met liefde voor je medemens, voor iedereen om je heen. Wie dat dan ook is, of die nou bij jouw ras, geloof, land hoort of niet. Er worden daden gepleegd door mensen die naar mijn mening niet helemaal helder meer kunnen nadenken over waar ze mee bezig zijn. Maar gelukkig zijn er ook nog wel een heleboel mensen die wel hun liefde willen tonen en deze wereld een betere plek willen maken. Maar ik snap het natuurlijk helemaal als je geschrokken bent of erdoor geraakt bent of bang bent. Maar dit wilde ik gewoon even zeggen. Ik heb net bijna 3 kwartier aan de telefoon gehangen met mijn broer. Ik vond het echt zo lief, want hij belde me en hij zei ja, ik heb je eigenlijk al heel lang niet gesproken en gezien. Dus ik wilde gewoon even bellen om te vragen hoe het was. En ik ben af en toe een beetje een Einzelganger. En ik vergeet contact op te nemen met mensen en te vragen hoe het gaat. Want het zit gewoon jammer genoeg niet in me. Ik ben gewoon heel erg op mezelf altijd. En ik ben gewoon slecht in afspreken en dingen samen doen. Maar hij belde me nu en we hebben heel lang gekletst. Dus dat was echt super leuk. En daar word ik dan ook wel weer blij van. Ik ga zo naar de film Allegiant. Dat is de laatste film uit de Divergent series. Ik ga er in mijn eentje naartoe, want Mert, ja, die vindt het allemaal niet zo heel erg leuk. En ik ga lekker 's middags. Hopelijk is het niet al te druk. Please. Ik hou er heel erg van om naar de bioscoop te gaan, maar ik kan er nooit zo tegen als die hele zaal helemaal vol zit. Dat trek ik gewoon niet. Dus ik hoop dat het rustig is. Ik ben super benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt. Ik vind het best wel treurig dat het hierna is afgelopen. Want ik vond de boeken van Divergent echt super cool. De films ook leuk. Ietsje minder, maar goed, dat is altijd zo vaak als je de boeken hebt gelezen. Ik ben druiven aan het eten. Ik moet nu ongeveer weg, dus daar gaan we nu naartoe. Ik heb deze ochtend al de hele tijd gewerkt en aan mijn blog en allemaal dingetjes. Dus nu even lekker film kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik kom net uit de film. Ik ga straks even uitleggen wat ik ervan vond. Oké, ik wilde niet midden in de bioscoop gaan ranten over hoe slecht ik de film vond. Ik vond het niet een hele slechte film, maar ik was vooral teleurgesteld. Maar het was voordat ik doorhad dat er nog een deel kwam. Ik heb namelijk bij het laatste deel van Allegiant, het boek, heb ik echt de ogen uit mijn kop gejankt. En er gebeurde helemaal niks met me emotioneel tijdens deze film. Dus ik had echt zoiets van, yo guys, wat hebben jullie ermee gedaan? Jullie hebben het verhaal kapot gemaakt. Maar blijkbaar komt er nog een deel. Dat wist ik niet. Dus ik vond het alsnog niet een hele goede film. Ik was wel weer erg blij met Miles Teller zijn rol. Want die blijft gewoon heel erg grappig en leuk als Peter. Maar ik had gehoopt dat ik iets enthousiaster zou zijn. Maar goed, ik ben wel blij dat er nog een deel komt. Dat nog heel goed kan zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan verfilmen. Maar voor mij blijft het allereerste deel blijft nog steeds het beste. Gewoon Divergent 1. Nu ga ik soep maken. Sperziebonensoep. Ik heb nog nooit sperziebonensoep gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik moet toegeven, ik heb soepen gemaakt die er lekkerder uitzagen. Maar hij is echt heel lekker. Sperziebonensoep. Goed gelukt. Misschien moet ik maar een keer een video maken met mijn recepten van mijn favoriete soepjes ever. Want ik vind soep altijd super lekker. En hier is halloumi aan het bakken. Love halloumi. Dit is kaas trouwens voor de mensen die het zich afvragen. Oh, het is veel te laat. Thanks for it, like a son, and you know I love you. Waarom gaan we zo laat naar bed, Mert? Waarom gaan we zo laat naar bed? We don't know. We don't know. I don't know. I don't know. Good morning, guys. Het is vandaag woensdag. Het lijkt wel alsof ik precies hetzelfde aan heb als gisteren, maar het is niet waar. Het is een ander shirtje en hier is de ijsje. Hij is van Pull & Bear, het shirt, mocht je je afvragen. Vandaag komen Owen en Saskia filmen voor een nieuwe Tesca & Co. We zijn er over ongeveer 3 kwartier, dus ik moet nog eventjes een beetje opmaken. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Ontbijten en dan gaan we lekker filmen. Oh, ik zit een nieuwe vlog van Sabine te kijken. Ze heeft hem online gezet van het ongeluk wat is gebeurd. Dat zal ik niet laten zien in mijn vlog. Kan je zelf beslissen of je het wil zien. Maar het is zo heftig om weer te zien allemaal. En om er zo in stukjes te zien eigenlijk. Mocht ik willen zien, dit is het kanaal. Show her some love, want ze is echt druk bezig met herstellen. En dat is echt niet altijd even makkelijk. Kijk wie hier zijn. Hallo. Hi. Hi. We zijn erg enthousiast. Erg blij om hier te zijn. Ja. Alleen maar zelf dingen te doen. I don't know what's happening, maar ik heb echt een hele goede. Ik heb echt een good hair day today. Het blijft echt gewoon mooi staan en zo. Waarschijnlijk omdat ik maandag een half potje volumepoeder in mijn haar heb per ongeluk laten vallen. Waardoor ik echt met oogschaduw zo de witte vlekken moest wegwerken.
Dat was wel heel grappig. Maar goed, daardoor heb ik nu wel volle mieus haar. Geluk bij een ongeluk. Laten we het zo noemen. Nou, het is een paar uur verder. Mijn microfoontje heb ik nog om. We hebben dus gefilmd voor Tesca & Co. Echt super tof. Ik denk dat het een hele leuke aflevering is geworden. Want ik heb dus vandaag gewerkt aan een liedje. En dat hebben Owen en Sas vastgelegd. Dus die komt aankomende vrijdag online. Dat is mijn video voor vrijdag. Wat hangt hier? Oh, mijn mic staat hier nog. Ik dacht, wat voor gekke draad hangt hier. Dus dat was super leuk. En nu zijn we klaar. Oh, I love bamboo pitches. Ik kan niet geloven dat ik dit ooit in mijn leven dus gewoon niet lustte. Hè? Ik vind het nu echt top. Ik eet ze zo los uit de pan. Ik kan het bijna niet geloven, maar als vandaag is afgelopen, dan heb ik een maand lang geen suiker gegeten. Toegevoegd suiker. Voordat iedereen weer crazy gaat. Toegevoegd suikers. Ik vind het echt heel erg gek hoe erg ik hier altijd tegenop heb gezien en altijd heb gedacht van, oh, ik ga dit never nooit doen. Of ja, ik wilde het wel doen, maar dan wilde ik het steeds uitstellen. En als ik dan dacht van, oh, misschien ga ik het wel doen. En ik dacht van, oh nee, maar ik heb dit en ik heb dit en heb ik dit. En ik heb gewoon deze maand gewoon zonder moeite. Oké, de eerste week was even moeilijk, maar voor de rest zonder moeite heb ik hem volgehouden. Een maand lang geen suiker. Kan je het geloven? Tesca, het suikermonster dat altijd alle verschillende snoepdingen uit wil proberen, heeft gewoon een maand geen suiker gegeten. En nu is het dus zo dat ik dus morgen moet gaan beslissen of ik weer suiker ga eten of niet. En ik wil eigenlijk gewoon zo nu en dan suiker eten. Maar ik heb nu geleerd dat er in zoveel dingen suiker zit. Ik ga er nog een artikel over schrijven. Een paar voorbeeldjes. Bouillonblokjes. Normale cashewnoten of andere noten uit zo'n zakje van duivis. Pasta saus. Bijna alle vleesvervangers in de winkel. Gedroogde vruchten. Echt bijna overal zit suiker in. Maar ik ga één deze dagen wel beginnen aan de Ben & Jerry's die ik laatst kreeg. Dat is wel echt... Oh. Maar vandaag nog ga ik het zonder doen. En dan gaan we wel zien hoe het loopt. Ik ben wel een beetje trots op mezelf. Even een schouderkloppie. Hoppa. Good morning guys. Het is donderdag. En vanmorgen heb ik opnames voor Excite. Het is namelijk over een tijdje. Ik weet niet precies wanneer is de Tesca week op Excite. En dan ga je mijn top 30 videoclips kunnen zien. En prijzen winnen. En ik ga nu alle stukjes opnemen waarin ik dus zeg van, dit was nummer 25. Nu komt nummer 26. En dat is bladibla. Dus ik ga zo naar het hoofdkantoor van Excite. Als je Excite niet kent, is een muziekzender op tv. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik naar Jihad. Waar ik een tijdje geleden ook al was. In Zaandam. En Membro, waar ik het liedje Lievelings heb opgenomen, die is er ook. En dan gaan we weer wat leuks proberen te maken met z'n drieën. Liedjes schrijven. Love it. Ontbijtje. En een babybelkaasje. Omdat het kan. There we go. Dit is mijn outfit. Best wel leuk. Al zeg ik het zelf. Komende zaterdag presenteer ik mijn top 30 favoriete videoclips op Excite. En valt er ook nog wat te winnen. Kijk daarom zaterdag om 2 uur naar mijn top 30 op Excite. Ja. Zo, dat was leuk. Ik heb opgenomen bij Excite 9 april. Dan is mijn top 30 op Excite te zien. Dus als je dan voor de tv zit thuis, dan kan je genieten van mijn top 30 favoriete videoclips. Nu loop ik even naar een koffietentje. Even wat drinken. Want ik heb nog tijd voor mijn volgende afspraak. Dus dan ga ik even lekker zitten. En ik ben 5 minuten weer terug in mijn auto. Want ik loop naar het koffietentje. En ik zie dat ik iets heb uitgezocht waar je al niet meer buiten kan zitten. Ja, zo lekker. Dus weer is nou ook weer niet. Het is dan wel lente, maar ik denk nog niet van, oh, laat ik lekker buiten gaan zitten. Ik ken Amsterdam Noord helemaal niet. Dus ik ga nu eventjes iets anders zoeken. Meneer, ik wil graag er langs. Meneer, aan de kant joh. Is dat gewoon een rijger mee op de weg? Kijk hoe leuk, ik heb net hier gegeten en er lopen hier gewoon kitties. Niet te geloven dat ik dat ooit zou meemaken in Amsterdam. Hey, ben je ook niet bang? Je bent helemaal niet bang voor me. Superleuke plek. Allemaal vers eten waar je dan uit mag kiezen van een salade of een soep. Of ik had dan nu iets van flatbread. Maar echt heel toegankelijk en best wel chill. Dus ik had net gefilmd hoe het heette. Ga een keer langs als je in Amsterdam-Noord bent. Nou, je zit weer in de auto. Ik ga nu richting Jihad. Super gezellig. Ik heb er zin in. Mooie dag is dit. Echt heel fijn. Leuk. Dat je nu geen tegenstander hebt, want dit is mijn oké.
lekkere bloemkool. Zo echt lekkere bloemkool! Nou, ik wilde ook een keer gek doen en dan overtref je me weer. Hoezo? Het is helemaal niks. Zo echt lekkere bloemkool! Zo, ik ben weer thuis. Mert en ik hebben even snel gegeten, want het is inmiddels al 10:30. Het was echt weer een superleuke sessie met Memo en met G vandaag. Het was echt heel cool. Heel leuk liedje ook eruit gekomen. Het lijkt wel alsof uit elke sessie een leuk liedje komt. Maar dat is alleen maar een heel goed teken. Ik werk heel lekker samen met hun. Morgen heb ik weer een schrijfsessie. En dit keer met Jan Tekstra. Echt super goede naam als je songwriter bent, Jan Tekstra. Heel benieuwd hoe dat gaat worden. En ik moet nu nog even een artikel schrijven. Op dit soort dagen merk ik wel dat het af en toe lastig begint te worden als je een soort van twee banen aan het proberen te hebben. Als je probeert twee banen te onderhouden, dat wilde ik zeggen. Want ik heb nu dus de hele dag niet aan mijn blog of aan mijn video's kunnen werken. Maar ja, ik ben wel mijn droom aan het achtervolgen en aan het werken aan iets heel moois. Dus het is een beetje geven en nemen en kiezen af en toe. Maar ik ga nu nog eventjes tot in de late uurtjes werken aan een artikel. En ik wil graag iets online zetten morgen. Good morning, guys. Het is... Wow. Wat wilde ik ook weer zeggen? Het is ten eerste is het vrijdag. Ten tweede, ik ga zo sporten met Joost. Ten derde, daarna ga ik gelijk door naar de studio voor schrijfsessie. Dat wordt nog een uitdaging, want ik hoop niet dat ik dus helemaal bezweet ben. Want ik heb nu dus al gedoucht en dan moet ik straks gelijk door. Dus ik heb voor de zekerheid van die babydoekjes om me zeg maar minder bezweet te maken, mocht dat zo zijn. En in ieder geval, komt vast goed. Ik eet even wat fruit en dan ga ik sporten met Joost. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Seriously, ik weet dat dit nummer nu echt veel wordt gedraaid op de radio, maar ik word elke keer weer blij. Dance! Joe Jonas, motherfuckers. De boyband waar vroeger iedereen op spuugde, waarvan nu ze individueel echt wel hun muzikale kwaliteiten bewijzen. I love it. I love it. The way it's done with the masterpiece. The way it's done with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. Slow down, brother. Goed liedje voor dit moment. We staan te vielen. Ik ben in een Shamrock studio. Kijk wat een mooie studio. Wat een mooie plek. Hoe relaxed. Super lekker. Ik ben benieuwd. Ziet er super mooi uit. Licht toe doen. En dat zijn wij. Nou, we zijn een paar uur verder. Zoals je hier kan zien, we hebben al opgenomen. Echt superleuk. Het is weer heel anders dan wat ik de laatste paar keren in de studiosessies heb gemaakt. Maar daarom ook wel heel tof. Ik kwam hier heel erg naartoe met het gevoel van, ik wil een lief liedje maken. En dat is precies wat we aan het doen zijn. Dus heel mooi weer. Oh, zo. Ik heb wel een beetje... Ik heb gisteren best wel veel van mijn stem gevraagd tijdens de sessie. En ik ben nu echt zo... Maar het komt goed. Ik heb al ingezongen. Het is echt al heel mooi aan het worden. Oh, misschien wel leuk voor jullie om te weten. Wat ik doe in deze studiosessies, dat zijn demo's. Ik maak demo's van de liedjes. En dan uiteindelijk kunnen we gaan kiezen wat we wel en niet op het album willen. Dus als ik iets heb opgenomen, dan betekent ook nog niet gelijk dat dat de uiteindelijke versie gaat worden. Maar dan is het gewoon als een soort van schets. Zodat we kunnen kijken van wat is mooi en wat niet. Nou, ik rij weer terug. Ik ben echt... Hoe lang ben ik er geweest? Het is nu 5:30 en ik was om 1:30. In 4 uur tijd hebben we een super mooi liedje geschreven en opgenomen. Het ging echt vlot. Wat echt een super goede klik. En ook extra leuk. Ik had zangcoaching bij Brian Zalmijn in Rotterdam. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van ja, voor elke keer een uur zangles ben ik 3 uur onderweg. Omdat ik dus een uur heen en een uur terug moest rijden. En dat kostte me gewoon te veel tijd. Dus ik was op zoek naar iemand in Amsterdam. En toen kwam ik er net dus achter dat Jan ook gewoon zangcoaching geeft in Amsterdam. Dus we hebben gelijk afgesproken dat ik bij hem ga lessen. Ik ben heel erg blij met vandaag. I like it. Het is de dag van files vandaag, jongens. Goeie vrijdag. Voor mij was het wel een goede vrijdag. Ja, en ik ben weer thuis. Het is inmiddels 7:50. Dus het wordt tijd dat we gaan avondeten. Oh, ik ben helemaal blauw. Dus nu gaan we eten. Wat wil je eten? Zou ik bloemkoolsoep maken? Oh, ik schrok van je, joh. Ik wil een chocoladesoep. Ik weet niet, dat lijkt me niet heel lekker. Jawel. Tenzij het alleen maar uit chocolade bestaat. Jij wil gewoon chocolade fondue zo eten. En het is bijna weekend. Het is al weekend. Het is weekend, Bert. Wat ga je nou doen? Filmen. Werken. Het is mijn weekend. Ga werken.
Zo lekker, man. Spinazie. Salade. En we hebben net besloten dat we naar de film gaan. Deze film, Room. Ik had een hele tijd terug deze trailer al gezien en dat lijkt me heel mooi. Dus we gaan er vanavond naartoe. Of ja, vanavond. Eigenlijk moeten we over 10 minuten of zo al weg. Yay, we gaan pizza's bezorgen. Nee, we gaan naar de film. Het zit echt super moeilijk, man. Zo'n helm met al mijn bril eronder. Ah, ik ben echt een paddenstoel. Oké, we gaan op de broom room naar de film. I'm in my mom's car. Broom room. I'm in my mom's car. Broom, broom, broom. Oké, we zijn weer thuis. Ik ben echt bijna moe geworden van de film, maar op een goede manier. Oké, dus we waren naar de film Room. Hij draait om een moeder en een zoontje die opgesloten zitten in een kamer. En dat zoontje is daar geboren en kent niks anders dan de kamer. In feite denkt hij dat die kamer de wereld is. Het was zo'n onwijs goed verhaal. Heel erg heftig, maar ook heel krachtig en geloofwaardig verteld. Zowel de moeder als het zoontje. Bizar goede acteurs. Ik denk dat dit wel een van de beste films is die ik ooit heb gezien. Ooit. En sowieso de beste film die ik heb gezien in een hele lange tijd. Dus ik ben echt heel blij dat we zijn gegaan. Ik ga deze gelijk de vlog afsluiten, want het is vrijdagavond 11:30 bijna. Dus de weekvlog is afgelopen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende week weer hele leuke dingen zoals de 3FM Awards. En ik heb een schrijfsessie met JJ. Ik heb een massage. Ook erg fijn. En ik ga naar een klassiek concert. Maar dat gaan jullie allemaal in de weekvlog van volgende week zien. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Film met je hand mijn hartje aan, zodat we samen een heel hartje kunnen maken. I love you guys. Forever and ever. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Bye. Ik had een heel mooi jurkje. Toen heb ik een keer een fotoshoot gedaan met Saske. Hier ook. En hier heb ik weer die kleurbewerking gedaan bij mezelf. Dit zijn ook nog een paar van mijn persoonlijke favorieten. Ik vond het heel leuk om zo'n bliksem.